Schoek en het is super gezellig. Heel, heel leuk, we hebben lekker glaasjes. En ja, we mogen hier wel eigenlijk niet binnen in dit gedeelte, maar we zijn hier voor de superleuk. Ik snap alleen niks van het spel. Ik ben geen kant, het is mijn paarden, maar. Shadow in the nick of time, picked up there now beautifully. Zitten we dan lekker met polo. Plek. Ik ben nu in Langebaan op een, het is een country club of zo, waar allemaal mensen wonen, maar ook vakantiehuisjes hebben. En hier zijn allemaal mensen aan het golven. Het is een prachtige plek. En we zijn hier om de nieuwe collectie te shooten voor volgend seizoen. Dus we gaan hier de hele week de tassencollectie shooten. Ik heb er echt super veel zin in, want het is echt geen straf om hier te zijn. Het is prachtig, het is wel heel warm. Het is nu zondag en we hebben vanmorgen een shoot gedaan. Het heel mooi was op het strand. Ik was dus al om 5 uur op. En nu schijnt het zonnetje lekker en heb ik vanmiddag vrij. En ik heb het heel zwembad voor me alleen. First oyster experience. Van best mee. Tegen de mensen wat ze aan het doen zijn. Nou, met zon of wel zonder zon. Met of zonder? Of zo? Zo is het. Die moeten realistisch zijn, niet zo goed. Ik wil ook niet zo goed in de film. Hou jij? Ja. Nee, helemaal niet. Bemoei je er dus even niet mee. Wil je? Iedereen zijn eigen vlogstijl, hè? Oh wacht, ga er een kamer maken. Doe maar. Kom maar, zet maar aan. Ja, oké. Okay. Hoi. Is er aan? Ja. Oh. Hi. Hey. Zij is dus ook vlog. Nee, dat gaan we niet doen. Yes. Yeah. Yeah, we love it here. You wanted people to leave. Oké. Ja. Ik... Nou... But we love it here. So good at the Bay Hotel. I make a vlog for you. On this corner. Tomorrow when you come in. Oh, good. Nou, we zijn hier dus bij de B Hotel en het is echt wel, ja, het is wel lekker. Heerlijk. Je kan hier gewoon een dagpas kopen en dan kan je van het zwembad gebruik maken en de bedjes. We hebben het echt naar het zin. En ja, we liggen hier dus stel de hele dag lekker in de zon. En jullie moeten ook allemaal haar vlog volgen, hè, Charlie? Ja! Ik heet... Ik weet niet mijn naam. Ja, mijn naam is best wel moeilijk. Charlie de Ado Hartorp. Maar je kan het ook hier zien. Ja, dat zien ze. Oh. Ja,
C-H-A-R-L-E-Y. Nee, die is helemaal lang kwijt, denk ik. Ik zal een linkje in mijn vlog zetten. Ja, en dan doe ik jou. Dan kunnen jullie haar volgen hier. Ja. In deze. Woehoe. Hier. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten world.